Dit is de Confessions of a Hairstylist podcast. Ik ben Tessa en ben de host van deze haarshow, die vol met inzichten, inspiratie, haartips, haarfeels en storytelling zit. Dit heb je nooit eerder gehoord en het is epic. Hi, welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Confessions of a Hairstylist. Misschien heb je al eerdere afleveringen van mijn podcast beluisterd. Het kan ook zijn dat je nieuw hier bent. Nou, welkom. En je luistert deze aflevering omdat dit onderwerp je heel erg aanspreekt. Haaruitval. Haaruitval is echt wel een heel serieus onderwerp in de haarwereld. Sowieso vind ik dat het haar belangrijk is voor je. Als je haar maar goed zit, nou, die gezegde is zo ontzettend waar. Er wordt soms wel eens lacherig over gedaan, omdat het is je uiterlijk, dat soort dingen. Maar wat nou als je last hebt van mega veel haaruitval? Ja, dat heeft met je uiterlijk te maken, maar dat doet innerlijk en mentaal zo ontzettend veel. Denk dan maar eens aan de gezegde als je haar maar goed zit en je hebt mega veel haaruitval, dat je zelfs kale plekken krijgt. Als je haar maar goed zit, die gezegde kun je dan wel afschieten, denk ik zo. Goed, haaruitval. Als je mij via andere kanalen volgt, dan heb ik op mijn YouTube kanaal, op mijn blog, heb ik al meerdere keren aandacht besteed aan haaruitval. Dit is zo'n groot en uitgebreid onderwerp en ik vind het gewoon heel belangrijk om mensen hierbij te kunnen helpen, om hier informatie over te verstrekken en oorzaken en tips te kunnen geven, handvaten te kunnen meegeven wat je kunt doen en waar het vandaan komt, zodat je verder kan gaan handelen. Dit is dus de eerste aflevering van haaruitval. Ik ga hier meerdere afleveringen over opnemen. En laten we gewoon beginnen. Want wat is haaruitval nou eigenlijk? Nou, haaruitval, de medische benaming is ook wel alopecia. En dat is de benaming voor haarverlies. Per dag verliezen we gemiddeld 100 haren. Dit is heel normaal. Bij de een zal dit iets minder zijn, bij de ander misschien iets meer. Gemiddeld zitten er ongeveer 100.000 tot 150.000 haren op onze schedel. Blonde mensen hebben over het algemeen de meeste haren. Het kan wel dun en fijn van draad zijn. Roodharige mensen hebben over het algemeen de minste haren. En mensen met bruin haar zitten daar een beetje tussenin. Per persoon kunnen deze feiten ook weer heel erg verschillen. Maar dit is gemiddeld genomen een gezond beeld van haargroei. Er zijn heel veel mensen helaas die last hebben van haaruitval. Als er een erge haaruitval is, dan kan dit zelfs leiden tot psychische klachten. Niemand wil natuurlijk psychische klachten door haaruitval. Als je haar maar goed zit. Dat is dus super belangrijk. Dat is wel weer duidelijk. Er zijn een heleboel verschillende oorzaken van haaruitval. En ik ga in deze aflevering een aantal van die oorzaken met je delen. De meest bekende oorzaken van haaruitval zijn dus haaruitval na een zwangerschap, haaruitval door gebruik van medicatie, haaruitval door stress, haaruitval door ziekte, haaruitval door seizoenswisselingen, haaruitval door een ongezonde voeding en levensstijl, haaruitval door hormonen en haaruitval door erfelijkheid. Dit zijn de belangrijkste en de meest voorkomende oorzaken van haaruitval. Het kan zelfs zijn dat je een combi hebt van deze oorzaken. Als jij last hebt van extreme haaruitval,
dat je echt merkt van, nou, ik verlies veel meer haren dan normaal. Als je haar echt zichtbaar dunner wordt, of zelfs kale plekjes krijgt, dan is het echt belangrijk om er eerst achter te komen wat nou die oorzaak is. Daarna kun je een plan van aanpak maken. Er zijn dus een heleboel verschillende soorten haaruitval. Laten we er eentje uitkiezen voor deze aflevering. Alopecia androgenetica. Nou, dat is een hele mond vol. Maar dit is een veel voorkomende haaruitval bij mannen. Maar deze kan dus ook voorkomen bij vrouwen. En deze wordt ook wel de mannelijke kaalheid genoemd. Het haarverlies heeft vaak een bepaald patroon. Bij het vrouwelijke patroon valt het vooral het haar bovenop het hoofd uit. De haren worden dunner, korter en kunnen bijvoorbeeld ook hun pigment verliezen. Bij het mannelijke patroon ontstaan er vaak inhammen en het haar valt op de kruin uit. Wat zich ook langzaam kan uitbreiden tot al het haar bovenop het hoofd is uitgevallen. Nou, dit komt heel veel voor bij mannen, maar dit kan dus ook voorkomen bij vrouwen. En deze haaruitval die wordt veroorzaakt door een verhoogd androgeen. Dat is het mannelijk hormoon. Bij mannen is het dus een veel voorkomende vorm, maar bij vrouwen komt dit ook voor. Nou, wat gebeurt er? Uiteindelijk verschrompelen de haarwortels. En als dit gebeurt, is er geen nieuwe haargroei meer mogelijk. Dit betekent permanente haaruitval. Nou, dit wil je niet. Maar dit type haaruitval is gewoon heel erg lastig om te bestrijden. Het zit hem dus in die hormonen. Een verhoogd mannelijk hormoon. Hier wordt volgens mij nog echt wel heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, een oplossing hiervoor, nou, eigenlijk niet voor een verhoogd androgeengehalte, maar een oplossing om die kaalheid te verhelpen, is dus een haarimplantatie. Maar wat ik ook zie gebeuren, is dat die haren uiteindelijk ook weer uitvallen. Het is ook een hele dure behandeling. Dus ja, ik snap dat mensen dit doen, zeker wel. Maar het lijkt niet voor altijd de oplossing te zijn. Nou, wat je ook kunt doen is een haarstukje nemen. Daar kiezen vrouwen over het algemeen veel voor. Daarin is ook heel veel kwaliteitsverschil. Ik zou dan zeker echt naar een specialist gaan waar natuurlijk haar wordt gebruikt. Dus absoluut geen synthetisch haar, maar natuurlijk haar. Dan kan het helemaal aangemeten en aangepast op jouw eigen haar aangepast worden. De behandeling van dit type haarverlies is gewoon ontzettend moeilijk. En ja, er zijn op de markt een heleboel middelen die dit type haarverlies tegengaan, zeggen ze. Nou ja, veel van deze middelen die werken gewoon helaas niet heel erg goed. In de show notes van deze aflevering heb ik een aantal producten voor je op een rij gezet die eventueel kunnen ondersteunen bij dit type haaruitval. Let hier echt wel bij op dat deze producten de haaruitval eventueel wat kunnen vertragen. Ze stimuleren de doorbloeding en kunnen de haarwortels gezond houden. De producten kunnen deze haaruitval, dit type haaruitval, helaas niet geheel tegengaan. Het is dus jouw keuze wat je hierin wilt doen. Ik hoop dat ik je in ieder geval wegwijs heb kunnen maken, dat je nu iets meer te weten bent gekomen over dit type haaruitval, alopecia androgenetica, zowel bij mannen als bij vrouwen. En ik wens je heel erg veel succes hiermee. In een volgende haaruitval aflevering wil ik het met je hebben over stress. Haaruitval door stress.
Dat is ook voor dit type haaruitval, alopecia, androgenetica, super belangrijk. Want stress veroorzaakt nog meer haaruitval. Dus het is belangrijk dat jij geen stress krijgt over jouw alopecia androgenetica. In een volgende aflevering daar in ieder geval meer over. Voor nu wil ik je heel erg graag bedanken voor het luisteren. Alle doorverwijslinkjes vind je in de show notes van deze aflevering. Ik zou het super tof vinden als je mij volgt. Het is natuurlijk helemaal tof als je mijn podcast een mooie beoordeling geeft. En dan zie, hoor ik je graag weer in een volgende aflevering. En dat was die alweer. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Ik zou het super tof vinden als je Confessions of a Hairstylist zou volgen. Wil je mij nog op andere kanalen volgen? Je vindt alle informatie in de show notes.